Roel Dracht is mijn naam en ik sta hier op de boekenmarkt en kunstmarkt van Almelo op Hemelvaartsdag. Dit is een schilderij wat ik gemaakt heb van een klein zwart-wit fotootje met zo'n kattenrandje, weet je wel. En dat zijn mijn grootouders, mijn opa en opoe in Sipkelo. Tafereel van, ik denk, begin jaren 60. Dat is een mevrouw in Peru die bezig is met graanoogst. Dit is een schilderij van herfstblad. En ik heb geprobeerd om die druppels er goed uit te laten komen. Ook aardig gelukt. En hier hebben we nog wat druiven. Als je denkt van nou, ik heb er wel zin aan, dat is echt iemand die druiven aan u aanbiedt. En als je gaat schilderen, is ook wel leuk, dan je bent gedwongen om goed te kijken van hoe zitten de dingen eigenlijk in elkaar. Want zo'n sluiting, dat lijkt wel makkelijk. Maar om dat zo na te schilderen, dan moet je echt wel goed kijken wat is hier aan de hand eigenlijk. En een pot met honing hebben we hier nog ook. Met sinaasappeltje en mandarijntje erbij. Een trein in Canada. Canadian Pacific Railway. James Bond. 007. In zwart-wit. Zeker niet. Ik heb wel alsjeblieft. Ja, super. And blow some whistle, blow my blues away.